Goedemiddag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Vandaag zijn er wolken en ook perioden met zon boven Nederland. Lokaal valt een enkel buitje, maar heel veel stelt het allemaal niet voor. En in de loop van de avond dan wordt het helder, want deze zon met opklaringen boven de Noordzee, die trekt geleidelijk aan onze kant op en daar krijgen we onder andere vannacht en morgen vroeg mee te maken. Morgen in de loop van de dag neemt de hoge bewolking wel geleidelijk toe. En dat heeft allemaal te maken met de nadering van deze frontale zone, die op dit moment boven Ierland ligt. En uiteindelijk kan er morgenavond daaruit in het zuidwesten van het land wat neerslag gaan vallen. Als ik alles in beweging zet, dan is inderdaad te zien dat die frontale zone boven de Britse eilanden geleidelijk aan onze kant op komt. En uiteindelijk morgenavond het zuidwesten van het land bereikt. Het is wel zo dat morgen in de loop van de dag de bewolking geleidelijk toeneemt. Maar de zon, die zullen we af en toe nog wel eens gaan zien. En de neerslag die trekt dan uiteindelijk zondag in de loop van de nacht en ochtend richting de Noordoosten weg, waarna het dan opnieuw weer geleidelijk aan gaat opklaren vanuit het Zuidwesten. Eerst vanavond. Vanavond is het dan op veel plaatsen vrij helder. Ook zijn er wat wolkenvelden. En het is aan de zachte kant met dan temperaturen zo rond 8 of 9 graden. De wind is daarbij meest zuidwestelijk van richting en zwak. Windkracht 1 of 2. Komende nacht dan blijft het helder. Lokaal komen wat wolkenvelden voor en in het binnenland gaat lokaal wat nevel of mist ontstaan. En lokaal kan het aan de grond ook gaan vriezen. Dus voor de mensen met vorstgevoelige plantjes die kunnen wel eventjes beschermd worden. Want de kans dat het op een aantal plaatsen tot een nachtvorst gaat komen, die is wel degelijk aanwezig. Morgen start de dag dan lokaal grijs, met eerst wat nevel of mist. Maar later op de dag dan breekt de zon steeds vaker door. Maar komen er ook een aantal wolkenvelden voor op nadering van die frontale zone boven de Britse eilanden vandaag? De temperatuur die komt uiteindelijk uit zo tussen waarden tussen 13 en 15 graden. En daarbij is de, zuid, de zuidenwind meest matig van kracht, kracht 3 of 4. En in de avond, u ziet het al, kan er misschien in het zuidwesten van het land wat regen gaan vallen. Als we dan gaan kijken naar de komende dagen, dan is te zien dat zondag eerst regenachtig verloopt, eerst grijs. Maar later op de dag wordt het vanuit het zuidwesten dan weer droger en gaat ook af en toe de zon doorbreken. Het wordt een graadje koeler dan op zaterdag en de wind die is meest zuidelijk of zuidoostelijk verrichting en nog steeds matig. Maar dan maandag. De zuidoostelijke stroming die brengt zachte tot zeer zachte lucht onze kant op. Het is maandag overdag vrijwel de hele dag droog. En er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Daarbij loopt de temperatuur op naar zo'n 16 graden in het noordwesten van het land. Tot 19, misschien lokaal wel 20 graden in het zuidoosten van het land. Daarbij staat wel een stevige zuidoostenwind. Dus voor het gevoel zal het niet helemaal aanvoelen als die lekkere lentetemperaturen. Maar wanneer je uit de wind en in de zon zit, is het zeker zeer aangenaam. Vanaf dinsdag, dan neemt de wisselvalligheid helaas wel weer toe met opnieuw wat buien. De temperatuur die levert iets in. Maar zal een heel stuk minder laag uit gaan komen dan de waarde komend weekend. Als we dan gaan kijken naar de temperaturen komende dinsdag, dan zien we dat er aan het weerbeeld eigenlijk niet heel veel verandert. De temperaturen komen smiddags uit, zo de waarde tussen 13 en 15 graden. Daarbij valt soms een enkel buitje, maar ook zijn de perioden met de zon, maar richting komend weekend. Dan lijkt de temperatuur opnieuw op te gaan lopen met het toppunt op komende zondag of maandag. Nou, met een flinke slag om de arm en de spreiding die er op dit moment in zit. Is het nog heel erg lastig om precies te zeggen wat het gaat worden. Maar dat het een, misschien iets warmer gaat worden met temperaturen van ruim boven 15 graden. Die kans die zit er dik in. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.